gewoon opschrijven voor de volgende. Dat je na de ding kan doen. Ja. Kan hij niet hebben. Hij kan niet hebben dat het misschien wordt. Nou, we moeten vechten 2 keer achter elkaar. En dat ze had het systeem kunnen voorkomen. En dat dacht ik gefixt te hebben. En ik heb de proef van 7 getest, maar niet de proef van 6. Dat kan ik nou niet hebben. Dat is toch wel wat je daarmee voelt. Het is voor de vechten niet mogelijk, maar niet fijn. Ja, maar het voordeel is dat de proef van 6 hebben veel meer extra tijd. Ja. 1 point red! Ja, de ene heeft een proef van 6 meter 15 meter, dus een proef van 7 meter 21 meter. Ja, natuurlijk, omdat je iedereen tegen iedereen hebt. Ja. Ik zou het eigenlijk ook wel Zie je. Je kan makkelijker zeggen, oh, we hebben na deze match hebben we even 3 minuten rust en dan doen we de volgende match. 2 points red! Zolang het duurt, de refs dat weten, gaat het goed. Dan gaat er nog eentje komen op het einde. Welke? Dat is ook een proef van 6. Wie? Ja, dan gaat er nog één dubbele komen. 2 points red! Ja, oké. En dan weet ik. Dit zijn nummer 15, dat is juist al van de jongen. Die 14 en 15 zijn nu 2 points red! Hart! 2 points blue! Ik ben aan je ene laatste gevecht bezig. Goed. Unclear! Had je al van Rut gehoord dat ze een laptop kon fixen? Dat was een andere connectie. Dus de enige laptop. 1 point blue! After blow, last exchange. Laat je weg dan. Ja? Ik ben aan het kijken. In blue!